Bij die oostraalsfase Euro 2 3/4 begin Jurgens internationale tijdrin om 9 uur vrijdagochtend 31 augustus. Voor die 60 spannen leraar meer dan 1300 moordende kilometer voor. Tony Pond van Engeland en springboknavigator Richard Leake en die unieke achterwiel aangedreven Opel Kadett spring eerste weg. Barberton is weer weer en om veiligheidsredes afgelast. Dichte mis, wat zich tot minder dan 20 meter beperkt en doordringende reen, heeft die eerste kopie sneldelen uiterst veel eisend gemaakt. Hier in sneldeel 5, een lange van 41 kilometer, heeft die mis evens gelig en hoewel nog steeds modderig, was die paai daarop die... Die radkas van die Zweedse jaar Leif Asterhout, as een Toyota Corolla, moest na hierdie sneldeel vervangen worden. Vroeger had hij 20 minuten verloor met een vergasserprobleem. Yes, okay. Mud's quite good fun, so it's all right. We've got the worst part to come now, though. Afrokkel, aangezien hij nog een volle 9 minuten achter is. Die Kadett was een van die enkele motors wat geen problemen geleverd heeft. En die Opelspan was nu vol verwachting dat die motor zijn eerste tijd erin zou voltooien. Naast de skof van 4 sneldelen naar Pretoria aangepakt. Die motors wordt hergroepeerd en vertrekt nu in die volgorde van een algehele positie in die tijdrein. Bond is heel wat voorzichtig. Golf van Glenn Hall en Stuart Peck. Nog een briljante vertoning door golfjaar Johan Evertse bezorgen om en kriek een klas D-oorwinning als ook een puik zesde plek. Terwijl klasse E en F onderscheidelijk door die Corolla's van die van der Westhuizen en Boonstra-echtparen gewend wordt. Na afloop van jullie tijd erin is Nissan nog steeds voor in die kampioenschap voor vervaardigers, maar nu net een schrale 41 punten voor Volkswagen.